Hey, maar ook het hartje. Ja, die zijn erbij gekomen. Op de plek waar je normaal altijd de handrace kan doen tijdens een vergadering, dus als je iets wil zeggen, maar niet geluid wil maken, kon je altijd handrace doen, maar je kan dus nu ook klappen. Of een hartje geven. Of een smiley. Of een likeje. Nou, met de nieuwe functionaliteit, we gaan het zo in de demo zien, kun je dus tijdens het vergaderen in Microsoft Teams allemaal leuke emoticons delen. Ja, dus... En wanneer gebruik je dat nou? Nou, misschien als je collega heel lief vindt, dan ga je eventjes een hartje sturen. Nee, of iemand doet iets, zegt iets en je bent het misschien helemaal mee eens. Dan krijg je een applaus. Of een applaus, of een duimpje omhoog. Ja. Maar het is voor wat extra interactie, hè, tijdens de vergadering. En misschien om het iets leuker te maken. Absoluut, absoluut. Dus je gaat er gewoon net even wat meer in je vergadering doen. Is natuurlijk wel een beetje afhankelijk hoe je vergadering is. Maar ja. Even goed, als iemand iets goed zegt waar je het echt volledig mee eens bent, dan doe je weet diegene, hé, ik heb iets goeds gezegd. Ja, en ook ideaal als je natuurlijk gemute. Ik wil zeggen, als je niet gaat praten, dus dat is mute. En je wil niet geluid maken, maar je wil wel laten weten dat je het er mee eens bent. Of hey, ik sta erachter. Of nou, supergoed statement of whatever. Is het heel makkelijk om met een emoticon natuurlijk aan te geven. Hey, daar ben ik mee eens. Absoluut. Zit er ook een zon in? Dat weet ik even niet. Dat is ook niet leuk. Ik denk niet dat je dat niet moet willen. Toch? Nee. Ja, dat is ook goed. Maar laten we van de positieve uitgaan. Precies, precies. En gaan we naar de demo? Ja, maar eerst... Even dit. Oh ja, vertel. Nou, ben je bezig of ga je naar Microsoft Teams of Office 365 en heb je daar hulp bij nodig op strategiegebied, maar ook op adoptie? Nou ja, governance, hoe ga je er naartoe? Eigenlijk die hele weg. De regels van hoe ga je er bijvoorbeeld hiermee om, maar dit is dan heel misschien oppervlakkig, maar... Precies, precies. Ben je daar naar op zoek of heb je daar hulp bij nodig? Nou, ga naar kbworks.nl/contact en neem even contact met ons op. En dan kunnen we kijken of we jullie kunnen helpen met het inrichten van Teams, maar ook de adoptie of wat het ook is. Yes. En verder, duimpje omhoog. Ja, natuurlijk duimpje omhoog en abonneer je vooral op ons YouTube-kanaal. En ik denk dat we maar gauw naar de demo gaan. Ja. Ik moet hier wel een noot bij maken. Momenteel is dit een public preview, dus... Ja, als je public preview aan hebt staan, we hebben daar ook al een video en een blog over gemaakt, dan kun je die functionaliteit gebruiken. Hiervoor ga je deelnemen aan een vergadering en ik klik erop en ik zie dat ik er nog in zit, dus dat komt mooi uit. Nu aan de bovenkant in de preview mode heb ik hier hand opsteken en de verschillende emoticons. Als ik daarop klik... Dan zie ik hem zelf, maar degene die er naar kijken, zien hem ook. Belangrijk is wel dat diegene ook in preview zit. Want stel, ik ga hier naar Debbie, die ook in de meeting zit. Dan, en ik doe het nu. Dan zie je dat hier, ja, ik stuur wel wat, maar dat zie je niet. Voor deze zal ik even mijn eigen account uitnodigen. Inmiddels ben ik ingelogd en wat ik nu kan doen is als Paul Keizers, als die een smiley stuurt, dan zie je dus precies wat er op het scherm gebeurt. Klopt die, dan zie je dat ook terug. En een hartje natuurlijk ook. En de like ook. Dus je ziet, het is een effect wat vrij kort is, maar het maakt zeker het vergaderen beter. Nog steeds in preview mode, maar binnenkort dus voor iedereen beschikbaar. Want de preview mode is meestal de laatste modus voordat alles live is voor iedereen. Ja, de demo hoe je dus hartjes, likejes, applaus kan geven tijdens een vergadering. Nou, laat het vooral weten. Gebruik jij het met jouw team binnen de organisatie? Maak je gebruik van deze emoticons en zo ja, in wat voor setting... Of ga je het gebruiken? Of ga je het gebruiken, ja. Als je het nog niet gebruikt hebt, dan is dit misschien nieuw voor je. Ja. Laat het met ons weten. Deel het vooral. En tot de volgende video.